Suriname is bezig sterke instituten te maken en dat is het beleid op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Dit zei LVV-minister Prelaat Siudien voor aanvang van de Raad van Ministers. Hij reageerde op de kwestie waarbij de eigenaar van de Dokse Club een rechtszaak heeft aangespannen vanwege de importstop van broedeieren. En dat maakt niet uit welk instituut. En als we dat hebben gedaan, dan moeten we dat ook respecteren. Want het is worden gefaciliteerd op diverse manieren. Mensen worden getraind, ze worden equipped met apparatuur, noem maar op, computers, transport. En als die instituten in het leven zijn geroepen en ze doen hun werk, en als je er niet mee eens bent, en kijk, dan kun je natuurlijk altijd in beroep gaan. En die meneer heeft gekozen om naar de rechter te stappen. Hij is goed recht. Het is ondernemer en hij mag het doen. Maar wij benaderen zaken technisch. En gelukkig. We hebben corona ervaren, we hebben gezien. U heeft nog steeds een mondkap op van hoe gevaarlijk het kan zijn. En deze vogelgriep is ook een virus. Zeer besmettelijk. En waarmee we nu te maken hebben is een zeer besmettelijke variant. Siudien zegt dat het daarom nodig is dat er een strakke controle wordt uitgeoefend. De bewindsman geeft aan dat het ministerie ook wordt geadviseerd door wereldorganisaties. De kwestie van de Dokse Club heeft volgens hem te maken met regelgeving, welke geaccepteerd moet worden. En op basis daarvan, maar ook onze observaties, doen we tenminste nemen besluiten. En we hebben voor dit jaar besloten geen ladingen meer uit Europa, althans uit Nederland, toe te laten. Maar die meneer heeft vocht het aan van ja, zijn lading was al zeilende, was al betaald. En op grond daarvan zei de rechter van luister, en dan moet je die ladingen wel vrijgeven. Wat ook toen gebeurd is, de tweede en derde lading met een kleine vertraging, vandaar die claim. De bewindsman zegt dat er nog steeds een verbod is op de import van broedeieren. Er is ook geen vergunning beloofd aan derden. De minister benadrukt dat er geen beloften zijn gedaan aan ondernemers of instanties dat de import van eieren uit andere landen toegestaan is.